Volgens mij 2030, dat is ver weg. En daarvoor moeten we een aantal dingen doen. We gaan met jullie iets dichterbij kijken. 2017, dan moeten we gewoon een aantal dingen klaar hebben. We gaan even kijken naar een filmpje, wat die visie 2017 inhoudt. Als we dit nu concreter maken, wat is dat dan? Gaan we even naar kijken. In de loop van de tijd ontstonden er allerlei verschillende overheidsorganisaties. En die hielden allemaal hun eigen gegevens bij. Maar de maatschappij verandert. Burgers willen zaken regelen op plaatsen en momenten die hen uitkomen. Daarom zijn overheden hun diensten gaan digitaliseren. Dat maakt het mogelijk om gegevens tussen organisaties veilig uit te wisselen en te hergebruiken. Natuurlijk met aandacht voor de privacy. Zo ontstaat een brede set van gegevens, zodat burgers en bedrijven informatie nog maar één keer hoeven aan te leveren. En de dienstverlening van samenwerkende overheidsorganisaties sneller en beter verloopt en continu vernieuwd. Leuk. Volgens mij, dit weten we. Dit is al mooi dat we zover zijn dat we zeggen, dit soort dingen willen we bundelen. Dit is onderdeel van de visie Digitaal 2017 van minister Plasterk. Mei 2013 is dit neergezet. Wat is nu de stand van zaken hiervan? Hoe gaat het hiermee? De stand van zaken is dat het grootste deel van de basisgegevens gewoon werkt, er is, ook met elkaar verbonden wordt. Nog niet alle basisregistraties zijn af. Er zijn er nog een paar die nog moeten worden afgemaakt, maar je zou kunnen zeggen dat 70% van het systeem gewoon werkt. Zodat de burgers dus en de overheid met één set gegevens van doen hebben. Ja, ik probeer er even toch op aan te sluiten, want het werkt allemaal wel, maar het is nog niet overal in gebruik, laat ik het maar even zo zeggen. En volgens mij is dat wel een van de uitdagingen waar we de komende tijd voor staan, om inderdaad de mogelijkheden die er inmiddels zijn, om die te gebruiken. Dus echt te zorgen dat ook iedereen die daar die gegevens gaat gebruiken ook aangesloten is op die basisgegevens. En voor de Rijksdienst betekent dat natuurlijk dat ook de departementen dezelfde routes moeten doorlopen. Daar zijn ze nog lang niet allemaal even hard mee bezig. En willen wij natuurlijk toch in 2017 digitaal zaken kunnen doen met overheid en bedrijven, dan zal de Rijksdienst ook zijn eigen huis op orde moeten hebben. En dat betekent dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Natuurlijk red je dat, maar is dat ook realistisch om dat te redden? Nou, ik zeg net, er is nog heel veel werk aan de winkel. Ik denk dat we wel een realistische planning hebben. Maar je ziet altijd dat dingen soms tegenvallen in de loop van de tijd. En dan moet er een stapje harder gelopen worden. Want 2017 is eigenlijk wel heel dichtbij. Dan komen we terug maar het eerste antwoord wat je gaf. Ik wil straks dat een overheid gewoon klaar is, dat ik op een knop, dat ik niet meer hoef te bellen of niet zelf een paspoort hoef te vernieuwen, maar dat soort gegevens gewoon gekoppeld zijn, dat dat naar mij toe komt. Ja. En daar zit natuurlijk wel een stuk achter, het koppelen van de gegevens. Is een randvoorwaarde. Een randvoorwaarde, dus er komt dadelijk een hele stap achter. Wat gebeurt daar nu op? Want een groot belangrijk deel is dit koppelen, ja, maar dan begint het pas. Ja, een belangrijk deel is dit koppelen. Daarmee heb je nog niet alle gegevens die een overheid nodig heeft voor zijn dienstverlening op een rij staan. Het zijn basisgegevens, het gaat over geografische gegevens, persoonsgegevens, bedrijvengegevens enzovoort. Maar er zijn ook allerlei specifieke gegevens die je nog niet daarmee hebt. Die blijven vaak binnen organisaties en zullen voor een goede dienstverlening, wanneer het nodig is, wel gekoppeld moeten worden. Dat klopt. En de vraag is uiteindelijk waar je die dan neerzet. Zet je die in een aparte kluis of doe je dat op een andere manier? Die kluisgedachte speelt wel sterk, maar zover zijn we zeker nog niet. Een kluis, want ik denk even terug in 2013, of denk vooruit in 2013. Jij bouwt nu een kluis voor mij, of 30, ja, sorry, ik dacht dat het ding al. Nee, 13 is. Bouw je nu een kluis als overheid, of krijg ik nu een eigen kluis waarin ik zeg waar je bij mag? Of wat bedoel je met een kluis? Ik sluit aan bij wat wij daar straks over 2030 bespraken. Als je kijkt naar de ontwikkelingen, dan is het logisch dat het die kant op gaat. Op dit moment zijn we nog niet zover. En we zijn ook nog niet echt een kluis aan het bouwen om dat te realiseren. Wat je wel moet doen, is de gegevens blijven koppelen. Anders kun je namelijk die dienstverlening niet realiseren zoals je wilt. Maar daarbij hoort dan dat je heel goed zorgt voor veiligheid en voor privacybescherming. Gaat iedereen hier aan meedoen? Want dat is natuurlijk, dat is voorwaarde. 70% en de 90% gaat je ook. Maar het is crucie die, misschien is die laatste 10% wel het meest cruciaal. Veel gemeenten, veel regionale samenwerkingsverbanden. Uiteindelijk moet iedereen meedoen. En
Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar op het moment dat je de Belastingdienst en het UWV mee hebt, dan heb je al een grote, dan heb je grote happen van je percentage binnen. Maar dit gaat pas werken als iedereen meedoet. Lukt dat? En mag ik dan ook naar jou kijken? Want je ziet juist vanuit de zijkant, kom je al die organisaties binnen. Ja. En in hoeverre zie je het tempo in dit soort, veranderingen? Nou, ik denk wat daarnet denk ik heel terecht gezegd werd, als dat je een, laten we zeggen, die digitale basisinformatie beschikbaar moet hebben. Maar dan moet het ook wel, laten we zeggen, allemaal beschikbaar zijn. En natuurlijk ook wel veilig zijn, wat denk ik net werd aangegeven. Ik denk overigens dat dat prima kan, hè, want er is natuurlijk al heel veel informatie ook rondom onze financiële huishouding die de banken allemaal voor ons bijhouden, wat natuurlijk ook een grote basisregistratie is. Dus ik denk dat als de wil er is, gaat dat prima lukken. Ik denk wel dat het bij de overheid wat complexer is om het, laten we zeggen maar, volledig te implementeren dan bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Dat is omdat gewoon de hele bestuurlijke situatie van de overheid natuurlijk veel complexer is. Je hebt gemeenten, provincies, je hebt het Rijk, veel uitvoerende instellingen. En om die allemaal mee te krijgen, ja, daar is natuurlijk best wel wat momentum voor nodig. Dit is niet iets meer van ICT'ers. Dit is iets waar hoogambtelijk tegenwoordig veel aandacht voor is, wat op de agenda staat. Wat maakt dat nu anders? Je hebt gelijk als je zegt van dit hoort nu echt tot het, tot het domein wat we dan zeggen, het primaire proces. Hè. Dus je kunt je werk alleen maar doen als je ook hierover hebt nagedacht. En ons werk is uiteindelijk toch dienstverlening aan burgers of aan bedrijven. Ook, soms is dat een hele lange lijn, maar dat is toch uiteindelijk datgene waar we het voor doen. Dus dat maakt het wel anders, maar dat maakt tegelijkertijd dat je niet uit het oog moet verliezen dat het ook ICT-wise echt een heel complexe materie is. We zijn ook op een aantal terreinen zijn we gewoon nog dingen aan het ontdekken. En dat kan alleen maar met vallen en opstaan gebeuren. Dus dat moet je er wel bij in oogenschouw nemen. De discussie over falen ICT-projecten en zo, dat soort dingen moet volgens mij allemaal voorbij zijn. Volgens mij, ik bedoel, dat gaat toch nog een keer gebeuren. Daar ga je nog tijd aan besteden. Volgens mij is dat inderdaad vallen en opstaan en dat weten we. Maar wel het tempo, waar we het net over hadden, want willen wij dat soort transities maken die je net aangaf. En hoe gaan we daar komen? Er gaan misschien nog wel meer vallen. Nou, de tempo, dat moet volgens mij omhoog. Al was het alleen maar omdat je anders je geloofwaardigheid gewoon in deze samenleving verliest. Ik bedoel, burger die een beetje om zich heen kijkt, die ziet hoe snel de ontwikkelingen op ICT-gebied gebeuren. En die verwacht eigenlijk van de overheid hetzelfde als wat hij bij de bol.com en dat soort dingen gaat krijgen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week moet je tot toegang hebben tot diensten. En als je als overheid daar niet op inspeelt, dan verlies je, laat ik het maar even heel dom zeggen, een deel van je markt. Het vertrouwen van de burger in de overheid neemt daartoe af. Voor het vertrouwen, even aankijken, want nieuw thema. Visie is gelanceerd. En ja, we zijn het allemaal met elkaar eens dat we dingen moeten koppelen, efficiënter moeten werken, beter. Maar er is ook heel veel kritiek op zo'n visie digitale overheid. Wat zijn dingen die je hoort en wat voor kritiek krijg je op zo'n actie? Ja, er is natuurlijk veel kritiek in de zin van, gaat de overheid dat wel realiseren? Loopt de overheid niet achter op de feiten? Kan de overheid dat allemaal wel met de ICT-projecten die altijd in de krant komen wanneer er iets niet goed gaat? Dat soort kritiek is er wel, maar wat je in het oog moet houden is natuurlijk waar je naartoe gaat. En ik wil hier ook wel zeggen dat we moeten ook niet vergeten dat we een heleboel al gerealiseerd hebben. Er is nog veel meer te realiseren, maar wij... En laat ik ze toch maar noemen, zo'n stelsel van basisregistraties, een DigiD wat werkt, dat is redelijk uniek in de wereld. Ja, wij staan in alle benchmarks ook op nummer 1 of 2 in de wereld. Daarmee zijn we er nog lang niet, maar het verhaal van de overheid kan het niet en doet het niet goed, wil ik toch eventjes een beetje nuanceren. Er zijn twee dingen, want je hebt het nu over het functioneren van de overheid en of wij het redden of niet. Daar, volgens nu, we hebben alle vertrouwen in jou en dit komt goed. Volgens mij ook over het idee aan zich, alles digitaal en dat is ook iets... waar je dingen over hoort, kan alles digitaal. We hebben 4 miljoen digitale analfabeten in Nederland. Dat is nogal wat. Mensen die niet via het internet in staat zouden zijn om een paspoort aan te vragen. In hoeverre is dat een hobbel voor zo'n initiatief? Want ik ga hier wel mee, ik denk gisteren. Maar dat zijn dingen die de komende jaren wel langs gaan komen. Ja. Nou ja, het dienstenpakket van de overheid is wat gevarieerder dan van het gemiddelde bedrijf. Dat betekent dat we ook simpele diensten hebben, zoals het aanschaffen van bepaalde zaken, zoals de bol.com dat ook hebben. Maar wij hebben ook complexere diensten. Als mensen in een
persoonlijke situatie zitten die een beetje lastig is en waar allerlei dossiers bij elkaar komen, dan proberen we dat wel zoveel mogelijk te digitaliseren. Maar we zijn voorlopig nog echt niet klaar met het volledig digitaliseren van hele lastige zaken. Dus we gaan uit van de digitale voorkeurskanaal, dat is zeker zo. Maar het wil niet zeggen dat we al die loketten gaan opheffen, want ik denk dat dat niet mogelijk is. Overigens is dat ook een beslissing, wil ik wel zeggen, van organisaties zelf. Hè. Gemeente Amsterdam die kan natuurlijk zelf beslissen hoe ze het precies doen. En je ziet bij alle organisaties natuurlijk de digitalisering gaan, want we hebben gewoon het geld niet om overal mensen neer te zetten achter die loketten die alles doen.